Maar als ik nou voor jou sê, laat niemand dit gaan glo nie, dan is het oor sy dieselfde ochend geloop het. As sy geloop het, ek meen, was anders, man. Soveel anders, dat jou bloed in jou are loop staan het, van koud word in jou bloed in. En van mooi. Morgen, Tessa. Nou, maar ga jij niet lopen, nie? Dat ze eerst klaarloop. Loop ze vandaag? Is dan 3 weken voor die 20ste? Hoe moet een mens weten wat in zo'n mensen kop aangaan? Je kan ook jouw partijdigheid nou los. Ik is geen partijdig, nie. Maar als het onrecht was, was het onrecht. Maar ik loop. Loop zijn een beetje vroeg voor jou, nie? Ah, 3 weken. Ja, dat is zo'n mooi lijf, nou, zo'n mal kop op om te hebben. Ook niet pijn met de kop. Dan zal je eerst een dag moeten zitten omgezelsen. Je kunt beter sparen. Ja, maar een bruikbare lijf. Morgen, Judy. Waar sta je zo schuil? Morgen, om zadel. Zij loopt om zadel. Zij zie je niks maken, Eugene. Voor wat loopt om dan ook vandaag een rechtheid klippen te doen? Zeker niet nodig om draaien te lopen, nie. Kom. Strange people. Tony, los, jij die strange people, al krijg voor mij een lap. Nee, strange is hulle zeker, wrachtig strange. Jy sal zweer dat het nog nooit een kar gesien nie. Dis is daar een kar nie, Eugene? Ja, om Sarah. Morgen, Boetie Albert. Morgen, Fly. Morgen, Herman. Morgen, je vrouw, vrouw. In die mond van die zuigeling. Waar kom je aan die naam voor Jill, Eugene? Die maak je skaar. Heb ik iets gezegd, Boetie Albert? Nee, wacht, 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 wacht. Eugene, wat heb je die naam gehoord? Maar sommer gehoor by die mense om, Herman. Toe. Is net... Sy loop, met die Albert. Dat is een kar. Dankie, Primel. Ja, met die Albert.
Het is al verruim jou. Ja, het is een 39 Carrera. Wil ik dan wachten? Ik weet ook nog niet of oorlog koning David nog op jou gehad het, behalve Jonathan nie. Maar die drie was David en Jonathan en dan nog een bloedpil. Wacht, dat is RE71's. Die tijd is gereden met 300 km per uur, boys. Die maltrouwrok uit is deze natuurlijk ook een aanzienlijke kind. Soort wat raak gezien wordt, je weet. Al heet ze nou die praatmoeilijkheid. Daar gaan we hier wel lekker. Ik dacht dat ze als koen het mans uitgeskrik. Ja, dat is ook mijn mens. Laat ons dankbaar wees. Net kinders skryf op motors. Oh, sorry meneer, maar... Maar het een ding gebeur is en ons dat niet bedoel. Ja? Ja? Jullie wil ons, hè? Ach, ik zeg voor Eugene krijg het voor om skoon te maken. Moet niet zeggen, ik weet. Waarom, Max? Dag, Jim. Waarom, Sarel? Koop toch nog maar tweede heet, Jelle. Waarschijnlijk moet je elke keer van die klippen af terugloop en is die laatste vier beest wat ik heb. Geef mij één. Maar is ik dood en niemand anders in mijn familie teken. She's going to swim, kom kijk! Kap die kind zijn kop dan nou helemaal aan. She's taking off her clothes. Nee, jong, kijk, van kaal gaat loop kan je haar niks leren. Dit is nou niks zoek. Kijk nou net hoe kijk die vloeken. Sarel, zing je nou met je eigen paar oe, hoe ik niks zoek. Max, allemaal loop half kaal op die strand. Ja, maar hulle roer hulle se boude so nie. Die paar boude het my kind gekost. Machtig, Max. Je kan ook nou maar je eeuwige vooroordeel in die kind slik. Sy was een ordentelijke, gave dochter. Dis wat jy nog heel tyd loop sê. Sy was een gewone, gave kind. Een teken kon sy wrachtig. Want ou Sarel het toe al elke gevogelte in die dorp probeer teken. Ik meen toe Tessa nog kon praat, voor die ding. En Sarel moet eerst proberen om die voel kaal te zien. Kaal? Zonder veren. Anders zit mens altijd die poten te ver achter toe, soos oom nou daar gemaakt het. En moet ons op die goed staan en balanceer. Zo. Waar het jy die goed geleer, kind? Ek het maar van kleins af gekyk. Dag, Eugene. Ek wil lees. Ek wil net eerst hier klaarmaak, Eugene. Vergeet. Dan moet jy gauw lees. Oom Sarel kan my hoor hoe mooi jy al lees. Oom Sarel het juist gewonder waar jy trek met die boek. Jy wil eers nie gloe, jy is al by boek 3 nie. Kom, lees dat oom Sarel kan hoor. Dier mekaar.
simpel voorbegin. Begin dan maar voor. De. De. A. R. Daar. En wie in hierdie dorp het genoeg voor Eugene oorgehad om hem te leren ABC? Net daar, die kind. Maar die is ons nou die boosheid zelf. En ze is al rok wat uit Vlaaile sy handen geblei het. Soos Vlaaile ook onder die rokke ingetrei het, was het een wonder. Sy staan toe die tijd op trouwen met Peter en ek maak trouwrok. Denk je vrou nie die hals met Pikkie hoor nie? Nou wil jy dan nie en die ander kerels moet sien wat hulle misgeloop het, die. Ek sal kaal voel. Jy? Jy loop al met die deertrekkers op die strand rond. Ach, allemaal draad op die strand. En is daar my trouwe. Ek wil so graag, as ek simpel, vir Peter bietjie waardig wees en mooi. Nou, jy nou preets. Ek het goed geblei tot nou toe met mans. Mens moet het in jou trouwrok wys, dat ek skoon na Peter toe kom. Trek vir jou aan dat Peter jou kan terugvat. Ek sal sorg dat jy waardig bly. Peter boer toe vir sy oupa, een jel van een mens. Jy het te makkelijk gehad, Peter, te makkelijk. Zeker, nie seker of miskien nie jy het. Is het jou ma jou in die afgrond te bederf en is het Maxie met jou kop en poot te bedien? Ek sê nee. Jy kreeg eerst jou verstand en dan trouw jy. Waar is my nie teen, Tessa? Nie jou oproep nie, ek is jou pa. En die brood wat jy eet en die brood wat jy vrou gaan eet, kreeg jy by my. Wat kan sê nie, boedeloop? Een paar mooie oogjes in een lijfje, dit gaan voorbij. Oor 10 jaar hang haar velle slap, ze zijn ouwe wees in en dan sien jy het niks. Spuit! Ik wil haar niet van geld heen, pa. Ik weet waarvoor jy haar wil hee. Jy was nog goed voor niks. Nie vir leer nie, nie vir boer nie en nie vir werk nie. Ja, Maxie, jy kan maar die lorry vat. Vir wat verskree jy alweer die kind? As hy so'n kind is, laat hy hem nog laat verskree. Dat is hy nie man genoeg om te trouw. Hy het Peter binnenkant doodgekry, man. Dood. Ek het vir die kind skool gehou, ek ken hem. Hy was daar die tyd al binnenkant een rou stuk seer kry. Ek was lief vir hom soos my eie. En Tessa had hom weer bietjie laat by mekaar kom. Maar sy werk toe met die praatmachine van die skippe. In die nacht. Zo was het daar in nacht. Ik hoor niks van onvallen. Waar is onvallen? Praat eens met me. Ik neem die punt thuis, maar die sakkel niet. Ik goed nog zeggen, ik neem me opbellen. Albert, laat me lopen! Ja, stappen! Tess, kan je niet iets anders in slag opzetten, jong? Dat je geschreeuw maakt ons mal. Raak gewoon. En Frik, ga je weer uit? Ja, trek weer. Voorste kant. Is er? Hij gaat naar kant toe. Die trek was slecht. Goed, pa. Het was een zaterdag nacht, want ek onthou Vlaaile het weer gesuip teruggekom van die rugby af. Was rugby. Ook meer gesuip is gespeel. Opstaan, wat? Die deur is daai kant toe by hou. Sy toe. Is hij klaar? Ja, ik kan nog niet. Dat zak weer voor ik aankom. Ik schrijf af. Is hij niet? Nee, wat gaat hij niet? Tessa? Tessa, Tessa, ik schrijf ook af. Tessa, doe je werk. Nee, Peter. Mijn rok het gekomen, pa. Doe je werk, Peter. Koenie zei, ik ga weer gooi. Ja, pa. Ik heb gehoord, Koenie. Ver. Ek sê jou sê as ek iets op die hoog krijg. Lijk my hulle loop af van haar goed, Kasper. Lijk so, ja. Maar ons kan nie allemaal sint toevoeder. Sê nie. Tess,
gaan dik trek hier bij mij, jong. Waar leer jij? Blok 3810. Ik moet gaan. Hoe kom? Blijf hier bij mij, het is toch zaterdag? Ik moet morgen vroeg bij de Lammers geweest, het is laat. Blij alsjeblieft. Ik zal later kijken, alsjeblieft. Ik moet blijven. Ik ben bang hier. Wat? Met de hele wereld om je hier. Alsjeblieft. Ik zal morgen weer komen. Stuk niks, man. Ik schiet maar weer af. Trek maar op, Albert! Tess, ik schiet af naar blok 3911 toe. Tessa, zie daar. Goed, oom Val is in blok 3911. Oom Kasper, als fout, joh. Tessa, waar heb je? Wat gaan we doen? Wie is daar? Weet iemand wie is daar? Wat gaan? Geen moeilijkheid. Los gaan. Het is vanavond ons spiel als ik dood. Het is. Wat gaat aan? Tessa, praat met mij. Tessa. Tessa, wat het gebeurt? Wat het gebeurt, mijn kind? Wie was dit? Oom Kasper, wat gaat aan? Geroep om Sarah. Praat met pa, mijn kind. Praat met pa, Tessa. Het heeft jou zeer gemaakt. Sergeant Tessa is gereep. Waar? Bij de radio het hadden. Goed, ga ik. Tilly, bel ik het ze maar. Ja. Tessa, wie dat gedaan? Ga al weg weer. Ik kan niet naar Tessa toe gaan, nie. Ik moet. Ze heeft gezegd, ze was bang, ik moest haar geblijd. Je kan niet. Kasper van Dijk is op pad om je te komen schieten.
met die achterste padvat. Maar ik heb niks gedoen nie. Gaan we daar, wat sê hulle? Wat oor die radio gehoord is jy. Rij je voor ik jouself skiet. Maar Tessa weet ek het dit nie gedoen nie. Jy het daar so opgeneek dat sy nie kan praat nie. Kry jou rij. Uit hier. Uit is jy. Tess. Tess. Jy. Tessa. Toe, uit. Uit hier. Tess. Uit. Wat gaan aan? Ek het dit nie gedoen nie, juffrou Max. Wat? Wat het jy nie gedoen nie? Peter, wag, ek kom. Bly bietjie by my, dis tog Saterdag. Oor die radio gehoor is jy. Bly bietjie by my. Ek het daar so opgeneek dat sy nie kan praat. Ek is bang nie. Mag bly asseblief. Jy was maar goed vir niks. Ik ben slap, ik zoek leven en die voetspoor. Ben ik voor hier niemand, en leng mijn vader naar die eens beloofde land. Die beproevings, die verzoekings, je me waart steeds door mijn ziel, naar die waters van die eindfontein. Hij nooit je ook, kan je voortleef, zonder lijden van die eer, wat ons levens hier van binnen verstaan. Ik is zwak hier, ik zoek lijden, en die voetspoor wil ik volg hier niemand. En leid mijn vader naar die eens beloofde land. Die brejere, hier is ik nou, neem mijn zwakheid, maak mij sterk, want die toekomst is zo donker voor mij. Hier is mijn hand hier, neem dit nou aan. Ik wil wees net waar hij is. Slechts bij je wil ik je wat vertoen. Ik is zwak hier, ik zoek lijden. En die voetspoor wil ik voor je niemand. En leid mijn vader. Thank you.
baie jammer hoor. Alle drie mannen moet komen. Ik heb nog een paar vragen om jullie te vragen. Wat is jou overgekomen? Wat? Ik ben hartgeskeer. Je weet maar wie dit gedaan. Ik ben die onderzoek voltooi. Voor wat zou er een kerel dit doen? Hoe komt hij hem zelf aan geschiet? Het was niet nodig om haar te verkrachten. Hij was haar kerel. Ja, ik ken niet vertellen. Nee. Kom in elk geval. Vandaag nog. Al drie. Hij is laf, man. De hele wereld het gehoor, is Peter wat niet meer kon wachten. De enige manier om Sarah van ons lijf af te houden, is om haar samen te zweren dat ons drie die nacht heel nacht bij elkaar was. Tot luchtdag toe. Oké. Okay. Ik was in elk geval zo dronk, ik kon nog zo'n tuin. Zo nodig, maar oké. Okay. Heb je iets gezegd, Brimpie? Ja, ik wil net zeggen, die rit is er niet meer praat, nie. Is niet meer zo s'nachts met ons les, nie. Is voor ze niet meer kan, nie. Ja, als het gehoor. Excuse. Kom ons beter terug. Alles toe hier weg, ou Kasper hulle. Ook gesê, dis vir Tessa se behandeling. Mense is mis maar skaam oor sulke goed. Klim op. Ik wil niet weggaan, nie, pa. Klim op voordat ik je daar kom afval van die hekker. Jaar voor jaar op die 20ste teruggekomen. Met die trouwrok graf toe. Niet één jaar oorgeslaan nie, maar klokslag. En die hele dorp is elke keer van vooraf op hol. Ik het dik geraak vir die ding. Vir wat? Ik was dik vir haar geloeperij. Ons het na die 20ste September gevrees, man. En met die drie weke vroegkomerij en die man met die kar en alles, erg ek my weer van vooraf op Sarel se slapgat en ek loop hom by. Ja, ek kan het alles. Sarel, ek wil met jou praat. Jy hoef nie te skel, Lauer. Ek skel gaan, maar jaar vir jaar kom daar die Malmere hier aan met haar loperij en dat ek weer van voors af omstig. Daar die voorse bed sit skeef. Daar moet nou een kant kom. Wat kom maak sy hier? Daar kom sy so dat ons nie moet vergeet nie. Ek weet nie wat in haar kop aangaan nie. Karel, sy het genoeg in haar kop om op 'n trein te klim, die datum te onthou en hier te kom groceries koop met haar boek. En had jy gesien hoe recht speel sy? Jy was die bloody polisman wat moes gekyk het. Sy hoor Maxie, maar nie met haar ore nie. Nou wat hoor sy daar, Sarel? Die dokter sê, hoor jy daai voels? Natuurlik hoor ek jy goed, ek is die doofie. Nou wat sê hulle? En jy mal, hoe moet ek weet? Dit is hoe die dokter sê, Tess, ek jy hoor. Sy hoor die klank, maar die kop wil dit nie vat. Ek bedoel, die bedoelinge van die woorde wil die kop nie invat. En die mond wil ook nie daar die bedoelinge uitvat. En oor Peter die revolver gevat het, toe sit hy. Nou, hoe kom het hem self dan geskiet as het nie hy was? Moet ek nou weer vir jou die kindse story van vooraf vertel? Kom eens, my vraag nog een slag uit. Sy is deur hel, Maxie. Jij deed het. Waarom, jong? Hij merry vandaag een dik vracht. Jong, ik weet nou vrachtig wat jij wil en wat jij niet kan hoor nie. Maar ik moet jou vandaag een ding vragen. Maar wat loop jij zo met die trouwrok rond, hè? Peter is dood. En begraven. Juffrouw heeft hem ook lief gehad.
Ja, maar ik loop hier zo'n mal ding in trouwrokken rond. Wat wil jij dan? Wat wil jij daarmee recht krijgen? Onthou, waarom? Jamal, ja. Dat is nou voor jou wat ding. Sarah, wat zeg ik nou? Wat ik schrijf. Het. Hij dit gedoen. Hij weet, hij het niet. Hoe de hel moet ik het weten? Heerlijk, ik vraag. Voor wat kom jij van jaar zo vroeg? Nou rukt je vrouw op. Sarel, ik heb gezien, zij zei dat was die Pieterie. Dit heeft zij voor die onderzoek 1000 keer geschreven. Nou, voor wat heeft zij daar aan op hem geschreven? Wat breng je nou eindelijk hier, meneer Groenewald? Niks bijzonders, hè. Kijk maar zomaar rond. Vakantie of wat? Nee, alles behalve. Oom Groenewald? Luister, is hier nodig om mij te oom? Ja. Je zal dit niet uit om uitkrijgen. Nee, dat is maar zo. Maar goeie avond. Praat maar, Eugene. Kijk. Hoe hard loopt onze kar? Jy moet maar kom, dan kyk ons. Hy is te bang daarvoor. Het een bevreesdheid waarom, jy weet. Een klein tijd af. Skuld jou een dop van vanmorgen zijn kaarschrijverij, meneer. Vlaag geld met zijn naam. Aangenaam. Dat is Herman Sassen. Aangenaam. Dat is Albert Kriel. Aangenaam. Ze is ook mooi vlaag, allemaal doen het. Wie is jy wat drinkje? Groenewald. Bier is het kant. Bier, ja. Maar joh, wat drinken jullie boys? Kook van Herman, hè? Jouw gat, man. Usual, Jaap. Kom voor vader en Eugene op. Thanks. Hou je vakantie? Ja, eindelijk. Nou, wat dan? Ik kijk zomaar rond. Kan een oude vierwieler ergens hier? Doe wat? Terwijl. Ik jullie nou recht. Jij is die procureur. Jij pompt diamanten. En jij is agent voor Klompgoed. Maar jij valt op je bol, hè? Wat maak jij hier zo? Ik heb vanochtend die voorbij gereden en zie dat ik een breik hier afstap met de tassie. Dat is genoeg om enig iemand te laten stillen. Oké. Lang geschiedenis achter die brood. Ik weet. Ken jij die wereld? Nee, glad niet. Maar ik gehoor af van. Val je of het dan? Ik ben mij niet al wat. Hier zitten mij samen bij vrienden in die mond vat niet. Eugene. Moet die Albert? Al die skuiten kon gehoor wat in die gang was in het kantoorkie. Het gehoor was die boyfriend. Hij was afgeskiet. Jy is seker wel gehoor het.
Pa was geloof me siek oor die hele ding. Het hy haar seer gemaak. Moet nie daarvan praat nie. Loop, JJ. Julle moet nie daarvan praat nie. Eugene, los hem. Hij sneeuwde me lekker. Dat is jammer. Tegen weet hij. Jammer. Oh, Eugene is maar zo. Kan ik hem kijken waar je de pomp? Hm. Maar zelf naar de kom weer. Thanks. Ja, ik moet lopen. Dank je voor die bier. Ik moet zeker maken dat hij niet met je zien, nee. Het is ook maar een baas om zo'n broer te moeten hebben. Herman? Ja. En die groene wand. Hij eet iets in die kop. Zoals wat? Zoals Sadabat. Is iets aan om wat niet bij elkaar komen. Man, en nou moet jy mooi verstaan wat hier aan die gang is. Tessa is hier boek onder die arm, 3 weke vroeg. En die man met die kar praat en sê niks. En die gewetes begin rondhardloop aan die binnestes, want elkeen dink die man soek hom. Maar hy sit toe af na daar waar Herman in sy hulvrouwtjie by die diamantpompery sit. Ik vat nog gaan kijk. Nee, wat? Ik heb klaar genoeg gezien. Waar verkoop je die goed? Moet ik weten, maar het is wettig, als je dan wonder. Nee, wettig zal het wees. En ik veronderstel ze 2 vennoten weet precies hoeveel er uitkomt. Wat bedoel jij? Wat zou ik nou iets bedoel? Huh? Bier, alsjeblieft. Maar kom, blijf tijd, kom, blijf tijd. Dank je. Zo, waarom is mij nog altijd hier? Ja, nog alle jaren, maar voor deze manier op je dood. Maar stop. We zijn daar bij ons. Oké. Dank. Maar nu dat ik afgetreden ben, ik blij maar hier. Kunnen we? Ik niet opraad. Ja, maar praat. Man, ja, aan de kant. Hoe staan we ons? Nu niet weer 9 jaar. Waar? Kom. Ik hoor jij loop rond en vertel allemaal ik verneek mijn vennote. Nou, hier is hulle. Herhaal wat je gezegd. Als je zegt wat ik gezegd heb en voor wie. Dan herhaal ik het graag. Ontken jij dat jij voor Joe gezegd ik verneuk hulle? Dat is Jill jou meisje. My machtig man, je hebt vanmorgen met haar gepraat. Hoe zal jij dit niet weten? Wat ga je nou weer? Ik wil dans. Stas en soep weer neek vanavond. Ik denk je moet gaan kijken.
Die zulke politieman frek. Ik heb haar gevraagd of je vernoten daarom weet hoeveel diamanten daar uitkom. Ja. Zo, ik verniek mijn pellen, hè? Ik kan net zowel vervlaag geld naar vragen. Of hij niet dacht met van die geld met de voor jou in zijn trustrekening hou. Zo in die stilte woekerie. Of ik kan van Albert vragen of al die geld van die skaap met die contant in die hand heeft verkoop. En als hij vernoten toe terugkom. Broer, kom ik zie jou een ding. Ons drie. Dus is broers. Jy geit is in ons inkom. Ik zal van Albert en Herman met mijn leven en mijn geld vertrouwen. Dat is het zo. Jouw geld, jouw leven en jouw vrouw. Zijn het is zo niet. Vertrouw hem met jouw vrouw, jouw geld en jouw leven. Voor jouw donrek, mannetje. Goed hoor. Met die drie mannen gaan jou jouw gat nog zien. Tjong. Contant geld is maar contant geld en vriendschap, vriendschap. En vrouwens, vrouwens. En zijn hier jij nou iets voor mijn vrouw? Beklein hem met mij. Of laat mij lopen. Herman. Los die troll, man. Wat die je moeg maakt met zijn stories. Spaaien op ons om, Sarel. Ja. Gif gesaai onder die broeders, zien? Gif. Ik denk ik moet die meisje voor de walsie gaan. Vlaai wie hier waar mijn man is niet? Hij wordt niet door de andere kant op. Toen dit nou looptijd wordt, groei Groenewaldse gif soos Kakibos wat water gesien het. Je laat hom nie vanavond bestuur nie, Jo. Ek sal drijf, Herman. Kijk van, kijk. Ach, ek probeer maar net gaaf wees. Kijk die. Boek. Hey, is dat private zaken? Oh, ik dacht ik zal die hele vrijerij mag lees nie. Maar vanavond ik moet hier man nie. Ja, vraag van Albert. Fly. Ek sal versorg, dis beter. Ek wou huis toe gaan. Nou, dadelijk. Sê Albert bij jou vat. Ik loop. Kom, Sarai. Kom, Herman. Kom. Die boer. Gino, ik neem je lift thuis nog niet. Gino, kom.
Ek moet hulle aandoen. Ek dink ons het vanaand wag, jy kan terugkom. Oh, kom in. Dis sal hy nie, as ek hier is dan. Hoe die hel weer aan Groenewald van ons? Moet ek bly, dink jy? Sy met die doofde ding wil rondvinder, dan kan jy mos hier wag. Om uit te trap op sy wantrou as hy terugkom. Maar ek het gekom. Jy is die prachtigste meisje wat ek ooit gesien het. Jy moet vergewe, ek kan het nie help nie. Praat met mij alsjeblieft, ik is alleen. En als een getrouwde man kan zien om zijn vrijerij neer te schrijven, hangt zijn lesvrachtig ver uit. Want zij houdt het boek zien, woord voor woord. Ja, is zoals parels. Maar hy moes iets agtergekom het. Die vyou goed weet alles. Hy weet van die skaap en van die diamante en van Vlaai se trustrekening. Waar kom hy daan? Wat weet hy van ons twee? Niemand weet iets van ons nie. Ons is nog nooit alleen sonder die beste redes nie. Maar wat sien hy aan hy feeks? Is jy jaloers? Jy het nog altyd gesê jy voel nie veel nie. Het my nie openbaar verneder. Dink jy dis makkelijk vir 'n vrou? Ach, jy verstaan het verkeerd. Hy is nou by haar. Vloek. Ek gaan vir hom daar uithaal. Ek kan nie alleen in die nacht so intoe gaan nie. Kom saam, ons gaan haal vir hom daar uit. Hy is mos altyd so heilig. En as ons uit is, dan kom hy hier aan. As ek en jy die nacht in, dan is ons eerst nie moeilik. Bert. Los nou vir Groenewald. Ek sê jou, hy weet niks nie. Wel, ek wil nie graag 'n Vlaai se vriendskap verloor nie. Maar wanneer afloop hy sommer so die nag en... En waar denk jy kom jy nou vandaan? Nou net of ek nie weet nie. O, jy is nog hier, hè? Wat my die seerste maak, is dat jy, my vriend, my van so iets kan verdink. Jy is my vriend, man.
Wel, ek sal saam jou vrou Kaap toe ry en ek sal nie 'n vinger in haar rigting lig nie. En wat dink jy van my? Ek slaap ons nou rond en dit met jou beste vriend. En wat doen jy? Jy loop agter 'n mal lyf aan. Ek het jou gesê ek het gaan stap. Dink jy nou ek is mal genoeg om te Pieter met 'n vrou wat nie eens kan praat nie, he? Is dit nou wat jy van my dink? Dit nie vir my so gelyk nie. Ons het vandag hierdie ding uitpraat. Ek loop nie voor jy nie my en Katie se skoon rekord aanvaar nie. Ek het julle gesien dans. Het jy jou gesien? Jou nie kom weg van die venster af. Ek het nie 'n gordyn groot gemaak nie. Dis maandag, is dit, mam? Meitje, dat jy nou nog nie weet, dis maandag nie, dan kan ek jou ook nie helpie. Jy kan my sien die son sit stief. Dankie. Maar van wanneer af het Albert vir Eugene saam van die sit toe? Ek wil met jou praat. Lyk my almal hier wil met my praat. Sit. Kom jy saam eet? Ja, ek is op pad uit. Die tyd het. Ja. Jy doen maandag jou verkopings. Koffie. Wat weet jy nie? Waar jy wil praat nie. Daar is een paar dinge wat ek wil weet. Dit wat? Wat kom maak jy hier? Kijk. Ek sou enig iets kon vertel en jy sal het maar moet aanvaar. So beleggings of op een grondkoop of kou vakantie. Kies self. Maar as jy dink ek moet verslag gee oor die rede hoekom ek deur hierdie land beweeg, maak jy 'n fout. Jy wil nie sê nie. Nee, verkeerd. Ek sou sê, as ek lus het om jou te sê, net dan. Maar verslag gee ek wragtig nie. Jy het 'n klomp goed gestaan en sê, maar oor een is jy verkeerd. Daar is niks tussen my en Katie Geldmeis nie. Ek het dit nie gesê nie. Ek het jou naam of haar naam nooit genoem nie. As jy en Vlaai Geldmeis het wil kop toe vat, dan moet jy dit maar doen. Nee, jy was verkeerd. Daar is nog iets wat my hinder. Wat het jy van Herman se diamantverkoping? By die pomp. Kyk man, ek is iets van 'n sakeman. En ek ken vennootskappe. Ek weet, as daar ongecontroleerde contantgeld vloei, dan moet die vertroue hoog wees. Wie kan kontroleer hoeveel uitkom, hoeveel daar verkoop word, en hoeveel contant inkom? Ou warm note. Dis maar net 'n opmerking. Jy het nie dalk iets agtergekom nie. Nie dat ek ou Herman in nie vertrou nie, dis net... Koffie, meneere. Soek julle my? Ja. Ons sal saam na die verkoping toe. Hoekom? Hoekom nie? Kyk, ek het julle nog nooit met 'n cent verneek nie. En ek sal ook nie. Ons sê nie dit so nie. Ons stel belang. Ons stel ook belang hoekom jy so vroeg in die oggend met die man sit en praat. En hoekom hy skielik alles van ons sak afweet. Sê jy dis ek wat hom vertel het? De wat kom praat jy so? As jy ons verdink, hoef jy nie speelers op ons te sit nie. Met ek sê waar ons gepraat het. Kijk, ek het hom gesê, hy los vir Eugene uit. Dis al. As jy wil saamry, kom. Sê iemand toch iets? Wie weet waar oor vertel te word. Julle is mal. Dag. Ek weet nie wie jy is nie, maar ek weet waar ek jou kop. Sê my. Ek sou graag self wel weet. Toe jy nou die aand daar by die partytjie die moontlike sones in, het jy geweet elkeen van die manne gaan dink. Dis waar vir my. Daarom is dit vir die ander ook waar.
Fly was dan baie vinnig jaloers. So die trustrekening is onder verdenking. Nou moet jy vir my sê hoekom. Dit is makkelijk. Stap saam. Die oom donor. So ma so gordyne is dat hy ken is. Los jy jou ma en sê my wat praat Sarah hulle nou daar. Tot binnen in my graf in, en tot my dood toe sal ek Sarah nie vergewe nie. Nooit ooit nie. Laat hy al daar die verskriklike goed kon aanhoor en my nie daarvan sê nie. En al die jare wat ek vervleile ken, het hulle maar elke naweek saam gesyp en geverontrecht en gedoen. Maar toe Groenewald sy gif nou trek, het Katie vir die arme vlei in die tuin, waar hy nooit 'n voet gesit het die. En Herman, wat altyd loop vertel het, dat as jy sonder jou pelle syp, kom dronk verdriet voor Happy Happy, die sit met sy houvrouwtje op die strand. Albert het hier in die dorp rondgedoel tot hy maar later loop kreef steel het, soos mense hier by ons maar maak as hulle iets soek om te doen. Onder die kaars is paarwiel. Onder die spaarwiel. Ja, dit die Albert. Jean. Nee. M-E-D-A-G. Jill's a wetsuit. Jill's a wetsuit. Kan ons nie eentje gaan stap nie? Nee. Doe asseblief man. Sy skoort. Dit moet jou ontstellende gezicht wees. Hou nou op aan mee. Jy moet dat hulle jou so ontstel nie. Sê hulle nie, dis jy. Ook maar vreselijk om het vlei te sit en Albert sy lijf te begeer en dan nog jaloers te wees tussenin. Arme Katie. Nog altyd baie van jou gehou.
maar vlug soos 'n bok. Dan. Kan ik aankom? Vlieg in jou moer, man. In die aand van die 18e, was die 18e, sit ek by ou Saarlulle in Ginnegap. Wat gaan nou aan? Na 9 klop hulle altyd siekte of dood. My magtig Tessa, kom in. Jy sal met skryfsarel. O, winkar sommer. Naan, my kind. Kan ek een kant vir oom Sarel iets sê? Oppas nou, Sarel. Talisie kyk die vaflaai nie. Meg sê, maar kan die kind jou hoor? Dan met sy wys. Dat sy kan hoor, bedoel ek. Nie nog luifie. O, Max. O, Tilla, as die mesie kind kon praat, waar sou ek en jy nou wees? Huh? Oor te nie deur, o, Til. Oor te nie deur. Hy Tessa sal my ook nog mal kry. Eerste mens wat die afgeluister kan word, die. Kan jy jou voorstel? Nou, wat denk jy soek sy? Geloof daarmee, sy soek o, Sarel sy luifie. Ek bedoel nou nie slegie, maar ons is al bietjie oor die muur vir die klas van ding. Wat soek sy, sy het nog nooit hier naartoe gekom nie. Ons mens nou net die sleutel gaat gelees kan kry. Soek sy Sarel. Sommige ek vraag, ek nie weet wie haar met die ding daar by haar huis kan help nie. Wat se ding? Iets van die water. Ek sal môre gaan kyk. Jy lieg nog net so sleg soos altyd. Nee, jong, ons is mis nou nie te vertrou nie. Man, ek moet iets vir haar bere. Wat? Sommige van haar boeke. Kom ons lees bietjie. Ek sweer vlei sy hele storie is aan. Nee. Jong Max, net so sleg soos hy lieg. Net so gestel as hy op sy eerbaarheid. En jy bly met hom getroud? Vergeet het, Max. Nie jy of Tilly of ek self sal 'n oog in daai boek sit nie, die beloof ek jou.
Eugene! Eugene! Word wakker, man! Boetie Albert! Ik slaap niet, Boetie Albert! Je zei iets gedoen, nie machtig, man. Luister, kom slaap bij mij. In je groot huis, Boetie Albert? Toe trek aan, kom. En als ik nu moet zeggen wat die ochtend van die 19e gebeurt, dan kan ik je zeggen niet. Jij zou nooit kon gloeien dat zo'n nacht zo'n gewone dag voor hem kan heen niet. Hoor, Boetie Albert. Ik heb lekker geslapen, dank je, Boetie Albert. Ik moest al lang al gemelken. Boetie Albert? Waar vermeele is jy? Ah, kyk hoe lyk jou nek. Hoekom is jy so blauw? Jou nie. Bring vir maar die boek. Wat gaan nou aan, ma? Gee die boek. Op die rotse geval. Sarel, ek sê jou. Het lijkt of een trein haar getrapt. Jij kan niet met een spier op haar lichaam drukken of haar zet net zo'n stuk blauw vol. Zij heeft zeker maar op die klippen geval. Maar zijn gastierplekken is zulke goedie. En haar nek lijkt voor mij zo'n wurg, Sarel. Zo'n wurg, zei ik jou. En geen klip kan een mens zo wurgen. Zij zou goed te laat als iets gebeuren. En hij gaat nog een beetje zwarter maken. Heb je iets in die boeken gekregen? Heb je niet gezocht, niet, Maxie?
Hy my dra dra. Was de dit Albert ja van julle is besig om sy broer dood te donder. Is ou veronderstel om te gehelp in sulke gevalle. Man mal. Wat het jy gesê? Ek het niks gesê nie. Ek het my boetie geluister. Ek sal nie weer nie. Wat het jy gesê? Niks gesê nie, boetie Albert. Net geskryf. Laks. Het jy dit geskryf? So gemaak, boetie Albert. So. So verdag vrek jy. Ja! 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 Die Albert slaan mij. Wat doe je dit? Ik slaan meer om een klomp kak voor mij te lopen vertel.
Zie hem fly. Ik heb niks gepraat niet. Wat gepraat? Jou, jou bek. Ik bliks op jou weer, hoor. Ik heb niks gezien, boete Albert. Net geskryf. Want ze heeft zo met mij gemaakt. Rechtig om fly. Dus hoe kom sy teruggekom het, hè? Het was jij. Niemand kan niks bewijs nie. Dis net so min ek is jy, man. Julle is my pels. Julle weet ek was daai aand by die huis gewees. Julle kan makkelijk getuig het. 2 weke gelede sou ek tot vir jou gelieg het. Maar met jou is ek klaar. As jy advies wil hê, moenie hardloop nie. Dan jy 'n kans. Kom, Herman. Lelijk, jong. Kom. Kom. Waar is die boek? Ik weet niet, Boete. Alsjeblieft. Oor die gemors daal haar toe die nacht van die 19e. En ons dag allemaal nou more loop sy, en daar is het oor vir 1 jaar, en daar is weer vrede en so. Maar die nacht was nie oor nie.
Hulle moes wag dat die huis afkoel om in te gaan. Die hele nag. Ach, Heere, dit was so 'n lang nag. So 'n lang nag. Dadelijk weer sy uniform aangetrek. Want alles van Albert was in die boeken. En nou was het moord. Ek kon dit nie glo nie. Want Tessa was nie die soort meisie wat in plekke galop inloop sonder dat daar agterdeur ergens oop is nie. Sy was nog nooit so mooi. En toe kon sy Peter begrawe. En ek ook. Ek ook. Nog een slag, behoorlijk rijd. Klap in, of moet ik u daar kom afval? Ha.